Man, we hebben weer wat voor gehad, hè. Kom, ik zal het eens vertellen. We zijn vandaag bedreigd geweest. Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardro. En vandaag is dat bij een nieuwe vlog. Ik ben hier even aan het genieten van dit mooie uitzicht. Ik ben namelijk vandaag nog niet gaan slapen. Ik heb een probleem, ik zit in het nachtritme. Dus ik moet eigenlijk maandag vroeg kunnen opstaan. Ik heb er net nog het een en het ander gedaan en ik dacht als ik nu ga slapen, slaap ik tot morgen namiddag 4 uur. Dus dat kunnen we nu maken. Dus ga ik gewoon nu wakker blijven tot morgenavond, allee, deze avond eigenlijk. En Miguel komt naar hier als alles goed gaat. Dan komt Miguel naar hier en dan gaan we vandaag leuke dingen doen. Ik ga vandaag gewoon genieten. Ik ga vandaag eens één dag geen stream doen. Ja, hier heb ik net nog aan het werk geweest de hele tijd. Ik ga nu zoals een zusje kunnen aanknallen op die mooie ochtend. En ik zit hier samen met Lester in Kalbaruit. Lester was een van de enigen die toch de nacht heeft kunnen doordoen. Kastaar, haar papa stond ineens voor de deur. Sico, die was aan het slaapwandelen. En, en de Lester, hij zit. De Lester zit nu nog in koud en het lacht in mijn oortjes. Dus bij deze, Dardro fan, een nieuwe vlog. Ik ben benieuwd wat we vandaag maar gaan doen. We gaan het zien, genieten en vlog! Wojo! Wel een grillige wollen, zijn vriend. Zo beetje, het is misschien een make-up challenge met een Miguel. Oh, als hij komt, zegt Lester, want hij is nog gewoon te pitten. Anyway, ik ga hier mijn sisje aanknallen en dan gaan we hier genieten. Oh, zalig eigenlijk. Het is eigenlijk wel raar. Zo, niet gaan slapen, iedereen is wakker, de wereld is terug in gang. Ik ben liever het s'nachts wakker. Het s'nachts valt niemand me lastig, kan ik gewoon perfect doen waar ik zin in heb. Even chill, laat me gewoon mijn ding doen. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb nu altijd geen idee. Wachten op Miguel, want ik zie hem nog niet direct eigenlijk arriveren. Want hij slaapt tot 4 uur, 7 uur. Dus. Daar is de gladde paling, zeg man. De gladde paling in mijn zetel. Oh man. Dat is kut geneem, Bele. Ik dacht, weet je wat? Ik leg mij gewoon een uurtje neer. Als ik tegen hem zeg, ik kom tegen 11 uur. Stuk 12 uur staat hij in mijn zier. Die deur buik. Nee, maat. Nachtje deur is genieten, we zijn kapot. Dus bij deze gaan we nog een uurtje liggen. Ja, en hij is het al gereden, eigenlijk al paar hebben. Ik heb hier Tarkov op staan. Ik wil een beetje Tarkov aan het leren. Ik ga toch aan het proberen Tarkov te leren. Dus we gaan een uurtje powernappen, douche pakken. En dan gaan we de auto's kuisen. En zo gezellig eten, leuk dagje hebben. Maar geef me even nog een uur, want. One eternity later. Oké, Miguel, hoe laat is het? Na 6 uur. Ik ging een uurtje snoezen. Ja, maar ga je het ook eens slapen? Even. Ja, oké. Ja. De gladde paling moet ook fiets zijn. Wat? De gladde paling moet ook fiets zijn. Ja, de gladde paling moet ook fiets zijn. Want de gladde paling is eindelijk fiets. Alleen mijn stem is nog altijd weg. We gaan vandaag dus nog frietjes eten. En een car wash gaan. En dan geleens t-shirt doen. Wat gaan we doen? Maar we zijn eigenlijk eerst aan het proberen om hier voetbal te kunnen kijken. Hij is aan die Chromecast aan het testen, maar blijkbaar werkt zijn sportlicentie of zoiets niet. Dus we gaan even kijken en als het werkt, dan weer voetbal kijken. Douchen pakken dat niet onbelangrijk. Ook niet doen. En fucking streamvliegen pakken, want ik heb hier, zeg ze vliegen. Eigenlijk, deze week kan ik met het nachtritme blijven. Ik maar één dag werken, dat is, maandag. En vrijdag ben ik ziek. Zo nee, knippen. Nee, eigenlijk. Ik ben ook ziek, hè, maar ja, ik ga nu voor één dag thuis blijven. Nou ja, tussen mijn coupé gaan slapen. Ja, als het is zoals vandaag, dat is... zal wel schoon zijn. Wat dan? Ja, dat is zoals vandaag, dat is schoon zijn. 50 keer snoezen. Ik kan er echt in naast. Oh, oké. 50 keer. Dat telt van 11 tot 12. Dat is de eerste keer gesnoezen. En dan is het om de 5 minuten of 10 minuten dat je gaat liggen snoezen tot na 6 uur. Ja, maar ik heb het gefilmd. Nee! Allee, bij deze jongens en meisjes, hier heb je het bewijs. Daar, hij blijft gewoon slapen, hè? De alarm gaat af, die blijft gewoon slapen. Ik kan niet. Hij stond niet in de slaapkliniek of zo. Eerlijk is toch niet normaal? Dat ik daar blijf zo slapen. Dan denk je, ik las mij. Praat. En ik dacht. Jij gaat binnen voor een dag en je ligt daar binnen een week nog. Ja, maar deze gezien het, ik kan er eens niet aan doen. Ik hoor mij lekker niet. Niet, hè? En dan net met de gsm is plat en dan word ik vanzelf wakker. Maar na 50 keer, dat zit zo in je hoofd, hè, dat je denkt dat dat normaal is.
Ik denk dat je zo'n melodieke moet veranderen. Oh, dat is kinderlijk. Ja, dat kan wel, dat de melodieke gewoonte is. Ik zei voor niet, hè. Ik was maar een droom aan het fitnessen en ik had de melodieke dan gehoord. Je stuipen dat je een fitlog hebt opgenomen daar. Dat heb je toch niet opgenomen? Oh nee! Dat moet ik morgen nacht toch doen, dus ik kan geen nachtje doordoen. Amai. Ik ga morgen nacht een fitlog opnemen. Trouwens, dit is Miguel. 20 augustus, ja, door straks een grotere aankondiging van in de vlog. Maar 20 augustus is de derde of van meeting, gaat door bij hem thuis ook. Dus ja, bij deze, je ziet hem al, hè. Als je hem deze ziet, dat is de man of de of de krip, hè. Maar daar gaan we straks meer over vertellen. En eerst kijken of we die aan de televisie aan de gang krijgen, want ik word al zot van die mottige hondjes van de lijst zien. Wat is dat weer voor een kleine hondjes, een kleine leeuw en een grote leeuw. Ah, dat zijn leeuwen? Ja. Zijn dat leeuwen? Dat zijn kleine leeuwtjes. Dat is de prijs goedkoper. En als het een grote leeuw is, ja, is het natuurlijk. Oh, dat wil ik eens gaan doen voor de vlog. Kijk. Is dat een goed idee? Ja, je de boel. Dat wil wel pijzen. Volgende week heb je weer met een rougeke. Een rougeke met een je de boel. Ja, moeten we gaan je de boel volgende week of niet? Schoon, hè. Schoon, hè. Kijk eens. Oei, overbelicht was dat. Mooi, hè. Kijk eens aan. Dat is een voetbal, hè. Het werkt dus niet, hè. Snorri zit ook in een Discord. Dag, Snorri. Ja. Je staat op de vlog. Yay! Goeiedag. Ja, zeg yay! Yay! Hey! Sander op de vlog. Man, we hebben weer wat voor gehad, hè. Kom, ik zal het eens vertellen. We zijn vandaag bedreigd geweest. Oké, dus we zijn bedreigd geweest. Ik ga het direct even voorlezen. Omdat ik hier getankt, dat was mijn tank erin zit. Ik verkoop zo op tweedehands mijn Elgato capture card van mijn vorige stream-pc. Ik ga mijn vorige stream zetten. En ik was dus aan het scrollen en dan zegt iemand tegen mij: beste daardoor, hierbij bied ik €35 op jouw Elgato A60S streamkaart. Ik zie graag een reactie tegemoet. En ik zeg €55 als je hem vandaag komt halen. Dat is al een derde van de prijs. Dat staat voor meer dan €150 als het dan online. Zegt hij, het is vrij ver, €40 kom ik morgen. Zeg hier, dat is echt te weinig, sorry, kost €150 nieuw. Zegt die persoon terug, ik ga hem morgen halen, €45. Zeg ik, lees je niet goed? €150 nieuw. €45 is minder dan een derde. Zegt die gast, luister goed. Ik ga u komen rammen als je nog een grote mond hebt. Veel praat achter uw tweede handje. Ik lees heel goed met uw fucking rotte capture card. Dat is tweedehands. Uw vieze pollen hebben hier aangezeten. Wat denk je dat die nog €150 waard is, ezel? Bij deze, dat was dus een korte schets van de persoon achter het scherm. Jongen, echt waar. Mensen de dag van vandaag, hè? Dat is ongelooflijk. Onbeschofte dieren zijn het tegenwoordig. Maar ik zal de ezel zijn, hè. Ongelooflijk. Dat is toch ongelooflijk, zo'n mensen. Ik kots van zo'n mensen. En dan heb ik een uitmaak, omdat ik gewoon zeg, lees je niet goed. €150 nieuw, €45 is nog niet eens een derde van de prijs. Anyway, wij zijn volgetankt. Wij gaan nu richting het frituur. We gaan frietje eten. Dat ding gaan we naar geleend sisha doen. Ik hoop dat we daar nog ergens een plaats hebben op het terras. En we zijn aan het wachten op de frietjes. Oké, terwijl we nog aan het wachten zijn. Zullen we even aan bespreken voor de Dardrofan-meeting, want er komt binnenkort een Dardrofan-meeting aan. 20 augustus. Dus 20 augustus gaan we in de dag naar de zoo in Plankendaal. Gaan we daar naar de diertjes kijken. En vervolgens gaan we barbecuen bij Miguel thuis. Yummy, we zijn er. Pikke cheese erbij. Ja, ga smaken. Dan is het naar geleen bellen, dat we dan niet staan voor niks. Multifunctioneel, hè. Je hebt een auto, hard gewerkt en dan doen we even... Oh. Wat een mens. Oh. En dan terug een auto kuisen. Proper. Ja, nee, hè. Van een mens. Trouwens, ik heb net telefoon gekregen van Sisha Balkania. Ze zijn blijkbaar nog wel open tot 1 uur vandaag. Dus dan rijden we toch naar daar met deze prachtige beauty. Joejoe. We gaan nu dus naar Balkania rijden. En de gym was voor morgen. Want ik heb eigenlijk de afgelopen 3 weken het redelijk verwaarloosd. Kan ik eerlijk wel toegeven. Maar vanaf morgen is het terug 100% knallen. Dus vandaag is de laatste cheat dag eigenlijk. En vanaf morgen is het terug voeding. Jullie gaan mee naar de winkel. Of ja, althans volgende week vrijdag. Dan komt de food video online. Ik ga puur gaan over hoe dat je moet eten. Ik ga dus een hele week laten zien hoe het voedingsschema werkt. Vanaf nu begin ik zelf terug ook. Maar dan gaan jullie ook zien dat niet elke dag hetzelfde is. Als jullie uitgenodigd worden op een barbecue, dan is dat geen probleem. Dat gaat perfect. Dus gewoon doen wat ik heb gedaan. En dan, als ik het kan, dan kunnen jullie dat ook. Dus gewoon doen. Oké, dus de Miguel heeft geen auto met een wrap. Nog niet misschien, maar dat komt misschien nog. Maar anyway, ik krijg nu deze van hem. Dus dikke merci, maatje. En dan, dan kunnen we onze auto deftig kuisen. Dit is veel betere kuis dan anders. Je merkt dat echt wel. Producten zijn echt wel belangrijk. Zeker als je een autoliefhebber hebt. Je hebt graag dat de auto er goed uitziet. Soyeert hem dan ook gewoon. Als je een leuk lichaam wilt hebben, dan moet je het ook soyeren met goede voeding. Niet zoals we dan met die frits zijn gaan eten. Maar hoe dat vanaf volgende week op mijn fietslog te zien is. Net zelfs met een auto. Net zelfs met alles. We zijn op de plaats, Miguel.
waar dat er op de vlog vorige keer, daar ongeveer, maar je gaat het moeilijk zien nu met de lampjes, daar ongeveer een flitser dat we gaan. Die flitspaal stond hier. Ja, het is wel gemakkelijk zo'n chauffeur hebben, kijk eens aan. Want ik ben ondertussen gewoon even mijn berichten op social media aan het beantwoorden. En ik ben hier nu al een half uur gewoon constant bezig. Hè. Constant, dat is niet normaal. Dus iedereen bedankt voor alle berichtjes. Maar je ziet, daar krijgt wel wat tijd in. Dus als ik niet meteen antwoord, dan ja, dan zal dat wel een tijdcontrole inderdaad. Dan zal ik wel antwoorden iets later, maar ik antwoord op elk berichtje. Dus dikke shout-out naar jullie. Ja, oké, okay, we zijn terug in de auto, lekker gechilled. Ik heb daar niet veel gefilmd, dat hoeft ook niet. Gewoon even een chill moment gehad. En nu zijn we onderweg naar huis. Of ja, nu gaan we vertrekken richting thuis. Daar, de GPS, bam, die gaat daar opgezet worden. De Miguel. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Normaal ging ik naar Twitch, maar uiteindelijk niet gegaan. Omdat ik me niet 100% voelde. Nog één dingetje. Voor zij die dat niet weten. Ik ben momenteel in crowdfunding. Een crowdfunding, of dat je het ook noemt. Ja, zo. Een inzamelactie gestart voor een computer te kopen voor Mini Kazaar. Nu, jullie weten dat ik enkele vlogs geleden een computer samen met Mini Kazaar had gekocht voor haar zus. Zij wou eerst die pc alleen kopen, omdat ze het erg vond dat haar zus niet mee kon gamen en net haar pc had verkocht en dergelijke. Alleenstaande moeder, kindje, je kent dat wel. Dus dat was super mooi initiatief van haar, maar ik zeg, Lotte, je bent 16 jaar, dat gaan we niet doen. Ik ga er de helft in doen, want dat is gewoon onbegonnen. Zij werkt ook voor mij, zij doet de edits van al mijn video's en dergelijke. Dus dat is het minste wat ik kon doen, dat was gewoon even helpen met een pc te kopen voor haar zus. Nu hebben we dat gedaan. Allemaal heel fijn, leuk, tof. Geen enkel spijt van. Super fijn, super leuk gedaan. Super happy. Maar een week later is haar pc stuk. Oh, balen. Dat is gewoon karma. Maar dat maakt niet uit. Karma komt altijd terug als een boemerang. En in de positieve zin ook wel eens. Dus ik had een crowdfunding gestart. €2.500 voor een pc. Met een 3080, een AMD, een Ryzen 7 of 9. Ik weet het al niet meer. In ieder geval super om te editen. Want dat is heel belangrijk. Ze moet onze video's kunnen editen. En tegelijkertijd kan ze haar ook weer amuseren om te gaan gamen. Want ja, haar pc oververhit vanaf het moment dat er een programma of een game start. En ja, daarom ben ik dus nu een inzamelactie gestart. Start €2.500 en de eerste stream hadden we al meer dan €200 samen. Dus dikke shout-out naar jullie. Als er nog mensen zijn die een centje kwijt kunnen, het moet niet veel zijn, het mag ook niks zijn, voel je niet verplicht, maar als je wat centjes kwijt kunt, zou ik zeggen, ga naar mijn Twitch kanaal, op de donatieknop klikken en daar gewoon wat je wilt geven, gewoon even doneren en dan kunnen we een pc kopen voor Mini Kazaar, want ze verdient het dubbel en dik. Ze heeft deze weer al geëdit, ze edit al mijn video's nogmaals en ik vind het gewoon super jammer dat zij nu dus, ja, geen pc meer heeft, of toch een pc die niet operationeel is. Dus moesten er mensen zijn die ons willen steunen daarin om in de Kazaar een nieuwe pc toe te wensen, dat zou super lief zijn. Dus als er mensen zijn, even een oproepje daarvoor. En voor de rest wil ik jullie enorm bedanken om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. En dan zeggen wij, Miguel, zoals altijd, flex die biceps en joejoe!